Maar 2020, dat was vooral een moeilijk jaar voor de studenten. Hè? Die zijn al 2 jaar niet naar school kunnen gaan. Hè? Dit jaar niet door corona en vorig jaar omdat ze moesten spijbelen van Anuna. 2 jaar geen onderwijs. Dat belooft voor later. Ik wil niet geopereerd worden door iemand die in 2020 is afgestudeerd, hoor. Dat kan mijn eerste vraag zijn later als ik geopereerd word. Wanneer is er die afgestudeerd? 2020. Bluft van mijn lijf. Maar het moet maar gebeuren, hè. En dat je daar zo zit op een operatietafel en dan hoort ineens je chirurg. Oké, dan gaan we nu snijden in de pa. Ik zeg, dokter, waarom spreekt u dat zo raar uit? Ja, ik weet niet, mijn internet was traag en mijn professor sprak dat zo uit. Ik dacht dat zo noemde. Ik zeg, dokter, maar dat is niet mijn pancreas, dat is mijn mild. Oh, serieus? Ja, ik was echt niet aan het opletten, jongen. Al een geluk dat jij wakker bent, Kamal. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Waar is de anesthesist? Ah ja, die moet even in- en uitloggen. Die zat op Zoom. Alles is veranderd in 2020. Naar de dokter was heel speciaal in 2020. Hè? Vooral een prostaatonderzoek. Ik heb dat moeten doen. Dat was geen zicht. Zo stond ik dat voor mijn webcam zo. Komt ineens mijn vrouw binnen. Schat, is niet wat het lijkt. Het was een heftige periode voor studenten, maar ook voor de ouders, hè, die zo wat thuisstudie moesten geven. Dat was ook heftig, hè, want die kinderen moeten natuurlijk hun eindtermen halen. Ja, en een van de eindtermen is ook seksuele opvoeding. Hè. Dus die ouders moesten dat geven. Dat lijkt me niet gemakkelijk. Nu, gelukkig waren er een paar BV's die wat filmpjes hebben gemaakt om te helpen. Dat maakt dat een beetje makkelijker, natuurlijk. Ik mocht maar 1 mop daarover maken van de VRT. Contractueel moet ik hier stoppen. Ik heb echt respect voor de leerkrachten dit jaar. Echt waar. Want het is niet makkelijk om les te geven via Zoom. Want ik heb dat ook gedaan. Ik geef ook les. Hè. Je hebt geen macht niet meer als leerkracht. Je hebt niks meer van macht. Ik heb dat gemerkt. Hè. Ik gaf les via Zoom. En een van mijn studenten die zat gewoon met zijn 2 benen zo op zijn bureau. Zo. En je kunt niks zeggen. Hè. Mijn enige reactie was... Hey, doe jij dat thuis ook? Ja. Hey, maar hey, zeker dit jaar, dat was heel heftig voor het onderwijs. Het onderwijs, dat was een chaos, dames en heren. Gelukkig hadden we Ben Weitz en zijn barometer om ons te redden. Ik snapte niks van de barometer. Eigenlijk was dat geel, oranje, rood. En dat betekende allemaal dat scholen toch open blijven. Dat was het. En dan zeiden mensen, maar meneer Ben Weitz, hey, maar de scholen moeten nu dicht, want ze staan nu op rood. En zo, oh, maar dan verander ik de definitie, hè. Ik zeg, gaat dat zo makkelijk? Stel je voor dat je les geeft dat dat ook zou gebeuren. Geef de definitie van Pythagoras. 3 × 3 = 6. Dat is fout. Nee, ik heb de definitie veranderd. En dan Ben Weitz, hé, maar ik zal het toch wel weten, zeker. Ik heb 9 jaar UNIF gedaan, hè. Ja, maar Ben, die mocht maar 4 jaar duren. Nee, maar de studenten hadden het dit jaar ongelooflijk moeilijk. En toen zei Ben Weitz ineens dat de studenten de coronacrisis misbruiken als excuus. Dat vind ik heel erg. Zeker als je langer over de UNIF hebt gedaan dan een kind over kleuter en lager samen. Zo lang heeft hij op school gezeten. Volgens mij zat hij nog met zijn kleindochter in de klas. Schatteke, heb jij misschien nog wat samenvattingen voor Bompi? Maar het is toch een raar signaal, hè, dat uw minister van Onderwijs daar zo lang over heeft gedaan. Je kunt niks meer zeggen tegen de kinderen. Hè? Jeffrey, goed studeren. Hè? Want als je niet goed studeert, dan ga je blijven zitten. En weet je wat je dan wordt? Ja, minister van Onderwijs. Je hebt geen macht meer. 9 jaar. Volgens mij is Ben Weitz naar zijn eigen oudercontacten kunnen gaan.